Diakonesse Huis en het Sint Vincentius ziekenhuis nemen vanaf 3 mei geen SZF-verzekerden meer op. De ziekenhuizen weigeren dit omdat de specialisten al een hele tijd niet vergoed zijn voor de zorg die ze hebben geboden aan SZF-verzekerden. Begin april heeft het SZF aan de verschillende ziekenhuisdirecties laten weten dat de gemaakte afspraken over het declareren voor diensten verleend aan klinische SZF-patiënten met directe ingang overboord zijn gegooid. Deze beslissing werd genomen zonder rekening te houden met de bestaande afspraken met de specialisten. De specialisten van het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius ziekenhuis zullen alleen uitzonderingen maken voor CITO-gevallen. Polyklinische zorg wordt wel normaal verleend. Zodra bovengenoemde misstand door het SZF is rechtgetrokken, zal de klinische dienstverlening aan de SZF-patiënten in het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius ziekenhuis worden hervat.